Ik ben Dani, growth manager bij Rep & Works. Nou, dat is natuurlijk een beetje het zakelijke aspect, maar in de vrije tijd hou ik ook heel veel van sporten. Ik ben veel aan het hardlopen nu. Wat de rol van growth manager echt interessant maakt, je bent een soort van account manager, maar je bent ook tegelijkertijd marketeer, maar ook gelijk strategisch partner. Dus je hebt echt vanuit verschillende invalshoeken heb je ook verschillende rollen. Het is niet een zij vragen wij draaien mentaliteit, maar ook van hey, wat kunnen wij nou echt op lange termijn ook aan jullie bijdragen en past dit bij het merk. Het is gewoon een hele diverse werkzaamheden die je uitvoert. Zo heb ik bijvoorbeeld altijd aan het begin van de maand wel mijn progress meetings, dus dat staat redelijk vast. Maar daarnaast vul je eigenlijk je eigen dagen helemaal zelf in. Dus je hebt best wel wat eigen inbreng in je agenda. Maar daardoor heb je dus wel ook veel meer invloed op wat jij voor je klanten wil doen. Dus ben je er heilig van overtuigd dat een bepaalde tactiek of een bepaalde strategie echt zou werken voor je klant, dan kan je dat ook gewoon echt uitvoeren en experimenteren. Er zijn best wel wat agencies die het allemaal uit kunnen voeren. Maar er zijn er maar een paar, denk ik, of in ieder geval een van de weinige, waar je ook echt dus strategisch mee kan denken. En dat was voor mij wel echt de reden dat ik dacht van, hey, Rep & Works past bij mij. Omdat ik ook gewoon op dat niveau met mijn klanten wil kunnen sparren. En ik heb wel het gevoel dat dat ook echt tekenend is voor Rep & Works.